Over de seasonality die jullie hebben. We hebben zelf ook heel veel opdrachtgevers die zodra de zon gaat schijnen, dan bloeien sommige markten weer op. Ja. Bij jullie zorgverzekering. Zorgverzekering, maar denk aan allerlei producten, die zonbescherming, noem maar op. Maar jullie hebben het andersom, hè? Als de zon weer gaat zakken en het wat kouder wordt, dan levert jullie branche op. Ja. Hoe gaan jullie om met de piek, niet de piekperiode, maar de dalperiode, waarin eigenlijk de vraag er niet meer in de markt is, of nauwelijks. Ja. Na april. Dat zal na april zijn. Ja. Hoe organiseren jullie dat? Dat is een heerlijke tijd. Heerlijke tijd. Ja, dan regeert de waan van de dag niet meer. Weet je, in die tijd hebben we ruimte, je krijgt meer zuurstof om over strategische zaken na te denken. Maar ook om vanuit technisch team om de site weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Weet je, we hadden wel weer ideeën, wat ik net al zei. We hebben een aantal, laatst weer zo'n strategische sessie gehad. En daar moeten we keuzes in maken. Nou, de keuzes die we daar maken, dat wordt in de zomer wordt dat gebouwd. Ja. Dus in die zin, die vraag krijg ik best wel vaak. Ja, wat doe je in de zomer? Ja, voorbereiden op de winter. Dus de redactie is voorwerk aan doen. We zijn de site volledig aan het updaten en checken. Dus ga je dan de markt in? Ga je dan gaan een redacteur of jullie extra onderzoek doen? Of ga je het community helemaal uitpluizen? Zijn dat soort werkzaamheden die je moet zien? Je kan het ook zien in bijvoorbeeld te checken of alle pistekilometers nog kloppen. Dat is een hele basale ding. Ja, okay. Maar het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld, we hebben een nieuw thema. Kunnen we daar bepaalde content over gaan maken? Kunnen we die content nu al schrijven? Of moet dat echt in het seizoen gebeuren? Dat je eigenlijk gewoon een stuk voorwerkt daarin. Ja. Kijk, het is nu januari, dus in januari tot met maart is de periode dat we echt op pad zijn naar de Alpen, waar iedereen zijn informatie verzamelt. Ja. Maar straks vanaf midden april, dan heb je weer gewoon de tijd om alles wat je, alle ervaringen die je tijdens het seizoen hebt opgedaan, om die weer te gaan verwerken voor volgend seizoen. Ja. Weet je, het verschil tussen winter en zomer bij ons is eigenlijk korte deadlines versus lange deadlines. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dus in de winter regeert de waan van de dag. Dat moet ook, want je wil overal bovenop zitten. Actualiteit, et cetera. Dus dan is er echt een urgentie om dingen op te pakken en direct uit te voeren. In de zomer is het een ander verhaal. Weet je, daar heb je gewoon de grotere plannen die je hebt. En daar heb je, de deadline ligt verder in de toekomst. Ja. En dan heb je dus daar wat meer rust en om daar naartoe te werken. Ja, lekker. Kan me voorstellen. Maar hebben jullie dan ook een freeze, op het moment dat het wintersportseizoen weer begint? Van alle technische zaken moeten dan echt opgelost zijn? Ik noem maar wat eind november als de eerste fietsers weer open gaan. Ja, papier wel, ja. Oké. Okay. Ja, ja. In de praktijk is dat natuurlijk allemaal weer fluïde. Maar normaal gesproken is het zo, als de zomervakantie voorbij is, dan zien wij de traffic. Dan begint het weer, mensen. Ja. Kinderen gaan weer naar school en mensen denken, oké, ik moet zomaar de wintersport gaan boeken. Ja. En dan zie je het bij ons weer gaan stijgen. Ja. Dus we proberen eigenlijk altijd wel voor die tijd de belangrijkste zaken op orde te hebben. Ja. Maar goed, het is natuurlijk altijd een ongoing proces. Maar heel praktisch, verandert jullie, ik heb daar nooit op gelet, maar verandert jullie homepage bijvoorbeeld in september oktober? Omdat je denkt, er komen bepaalde vragen komen aan bod. En als mensen op wintersport direct naartoe gaan, zijn deze de meest gestelde vragen, die wil ik dan daar hebben staan? Ja, dat natuurlijk, daar houden we als redactie wel rekening mee. Om een voorbeeld te geven, dat in die periode maken veel mensen een keuze voor een vakantiebestemming. Ja. Dus wij schieten ook veel videocontent en dat is ook de periode waarin we die videocontent publiceren. Dat is niet toevallig, dat gaan we niet in deze fase van het jaar doen. Ja. Hier zit je veel meer op de actualiteit, wat er nu in de Alpen speelt. He, dus daar maken we een, op het woord customer journey dan toch maar te gebruiken. Van die is voor de wintersporter extreem duidelijk. Ja. Dus dat kan je best wel goed uittekenen. En ook op het moment dat jij dus in oktober of september bepaald hebt waar je heen gaat. En dan weten wij dat, of tenminste, dat we weten het niet specifiek van jou, maar we weten wel dat je later in het seizoen weer voor andere vragen komt. Want op het moment dat jij daar bij spreken eind januari naar Sankt Anton gaat. Ja, je wilt toch weten wat voor weer het gaat worden. Je wilt toch weten of er sneeuw ligt en hoeveel. Dat soort zaken.